Hey allemaal en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie een opgemaakt video. Hij zit aardig vol weer in mijn mandje, dus let's go. Oké, om te beginnen heb ik wat producten van Bath & Body Works. Om te beginnen deze Spearmint Eucalyptus Luxe Bath. Heb ik ooit al een keer in lavendel opgemaakt. Het is een heel dikke badschuim eigenlijk. Maar oh, deze geur is zo geweldig. Ja, top. En twee douchegels, de Gingham en de Starlit Night. Gingham vond ik heel lekker. Dat was met blauwe freesia, witte perzik en clementines en violet. En deze was met sugarberry, midnight iris en sensual agarwood. Deze twijfel ik wel nog steeds of ik hem zelf gekocht heb of omdat het een geur van mijn moeder is die bij mij beland is. Want ik vond hem niet helemaal geweldig, maar ik heb hem wel opgemaakt. Dus ja, deze. En ik hoop dat Bath & Body Works snel zijn fix... Of zijn shit fixed beter. Want ja, voorlopig zijn alle winkels dicht. Dus laat ons hopen dat dat verandert. Want ik wil gewoon mijn spul terug. Maar ja, afwachten. Oké, deze scrub. Deze komt van Action. De banana scrub. Ik heb hem al een paar keer in passievrucht gehad. En nu dus in banana. Banana vond ik nog net iets lekkerder. Maar de scrub zelf was eigenlijk exact hetzelfde. Alleen een andere geur. Dan twee... Removers, make-up removers. De Skin & Co. Roma Truffle Therapy Face Toner. Truffle klinkt echt dat je denkt, eeuw, maar ik vond het echt een heel goede toner. Dus jammer genoeg is die op. En de Pure Alg van Yves Rocher, die heb ik al vaker gehad. Micellair Water. Deze is ook op. Sorry, het is hier behoorlijk warm binnen. Als ik een zweetsnorretje aan het creëren ben. I'm so sorry. Maar het is warm hier. En ik heb even de blazer uit, want anders stoort dat volgens mij veel te hard op de camera. Dus ja. Dan heb ik wat shampoos opgemaakt. Ik heb volgens mij de hele lijn van Rutkin opgemaakt. om te beginnen. Oh, deze is wat nat. De All Soft. De goudlijn. Vind ik een heel fijne, maar hij maakt mijn haar ook iets te zacht. Ik vind dat deze druk behoorlijk. Hij maakt mijn haar iets te zacht. Als in... Hij is te verzorgend voor mijn haar op dit moment. Dus, maar ik kan begrijpen, als je echt heel enorm droog haar hebt, dat het wel een super goede shampoo ervoor is. De Frizz Dismiss, dat is degene die ik momenteel ook nog een keer aan het gebruiken ben, heb ik nog een keer gekocht. Verzorgt ook, maar zorgt dus... Waarom drupt deze allemaal zo? Echt serieus. Deze gaat effectief wel het frizzy wegpakken van je haar. Ik heb het nu wel met andere gewassen, met deze. maar ik vind die wel veel fijner dan die gouden. Die gouden verzorgt heel intensief, maar te intensief voor mijn haar. En die Frizz Dismiss die gaat echt de problemen aanpakken die ik wel heb. Dus vandaar. En dit is ook een heel fijne van Redken. En toevallig zijn ze allemaal op nu. Vind ik ook best wel grappig, maar het is over echt een lange periode dat ik ze afgewisseld heb. De Amino Munt. En deze geeft een heel fris gevoel aan je haar. Het is vooral voor vet haar met een beetje neiging tot roze. En heel soms kan ik dat wel hebben. Dus deze gebruik ik in combinatie met nog iets wat ik heb opgemaakt. Deze warm rood. Dus die, als ik deze ga gebruiken, dan was ik het altijd met deze shampoo. En die vind ik ontzettend fijn, verfrissend. Geeft echt een heel fris gevoel. En dat brengt me dus bij de warm rood. Dit zou mijn laatste flesje geweest zijn. Maar toen, in de Westfield Mall, vond ik deze in de Action. Super goedkoop. €2,99 voor een flesje in plaats van normaal is het €12 voor een flesje. Dus ik heb gelijk 4 of 5 flesjes terug ingeslagen. Wat betekent dat ik even door kan met deze rode kleur. En dat vind ik heel erg fijn. Yeah. Ah, zweetsnor. Ik haat warm. Wanneer wordt het winter weer? Echt. Dan deze badschuim van Roosjes. Van Amalfi. Ook vaker gehad. Ook in de wortelgeur. Die ben ik nu aan het gebruiken. Maar deze is ook altijd heel fijn. De André Long Care and Repair Shampoo. Die gebruik ik ook tussendoor. Het is echt gek hoeveel shampoo ik opmaak, besef ik.
wat ooit de douchegel was, is nu aan het gebeuren met shampoo. Maar komt ook, het is zomer geweest. Dan was je sowieso iets vaker je haar in mijn geval toch. Want ik zweet heel snel. En als ik zweet, komt het gek genoeg eerst op mijn hoofd en dan de rest van mijn lichaam. Dus ja, daarom. Ik heb het nu gisteren toevallig ook gewassen. En het was van 3 dagen ervoor. Dus echt 2 of 3 keer per week soms was ik nu mijn haar. Vandaar gaat het vrij snel. En zoals bijvoorbeeld deze pot Hair Conditioner, de Oil en Care van Kruidvat. Die stond al heel lang op de doucherand. En die wissel ik dan af met andere shampoos en conditioners. En dan is dat ineens ook op. En dan lijkt het ineens heel veel. Maar het valt wel mee. Want ook dit is een shampoo en een conditioner. Deze heb ik letterlijk in 2 keer volgens mij gebruikt. De Paradox Moisture Express Hair Mask. Ja, dat lijkt echt veel. Maar in zo'n tube, als je wat langer haar hebt, 40 milliliter is niks. Dus ja. En deze Zens shampoo, dat zei ik al, heb ik gisteren nog gebruikt om mijn haar te wassen. Ik vind deze wel een heel fijne geur. Het doet me een beetje denken aan L'Occitane. Dus ja. Vandaar. Dan deo. Deze 2 deo's heb ik opgemaakt. De Rituals Ritual of Mer. Dat is ook weer zo'n product. Ik zou het niet dagelijks gebruiken, maar voor de vakantie was het prima. Als ik niet te zwaar werk moet doen, dan beschermt het me genoeg. Maar dus voor mijn dagelijkse protectie heb ik echt wel iets van Nivea of zo nodig. De Sensation Sensation was dit. Gewoon prima deo. Dan heb ik een tandpasta opgemaakt. Yeah, de Signal White Now. Stond ook al heel lang in de badkamer. Omdat ik had een keer gehoord dat als het een blauwe streep heeft, dan is het niet geschikt voor dagelijks gebruik. Dus ik heb dit af en toe sporadisch. Als ik bijvoorbeeld een avondje wegging of zo, heb ik dit gebruikt. Of in het weekend wel eens een keer. En vandaar is die heel sloom opgegaan. Dan mijn douche. Gel, gezichtscreme, gel, hoe je het wil noemen. Die is ook weer op. Dan heb ik een maskertje opgemaakt. De Sleep Renew Renewal Nourish Mask van Muddy Mask. Heb ik gewoon in bad opgebruikt. Ik vond hem niet wauw. En ik zou nooit meer slapen. Met dit soort dingen, dat zei ik toen ook in de goodie box. Dan heb ik wat crèmes opgemaakt. Nog steeds, het tweede deel van de zomer heb ik iets minder crèmes gebruikt dan het eerste deel. ook omdat er vakantie en zo tussen zat en dan deed ik het allemaal niet. Dit is de voetcreme van Naobe. Deze vond ik wel heel erg goed. Die vorige voetcreme die ik had van, wat was het, van Knijp was al fijn. Maar deze was nog een stuk fijner. En ik gebruik nu op dit moment ook eentje van Rituals. En die is ook wel heel fijn. Maar deze heeft me echt de zomer doorgeholpen. Dat vond ik echt jammer dat die op was. En dan heb ik 2 Rituals nog opgemaakt. De Balancing Body Cream en de Ritual of Jing Instant Hand Lotion. Maar ik heb ontdekt dat de bodycream en handcream van Rituals niet zoveel verschillen. En ik heb nog heel veel van die handcreams, dus ik ben die ook gewoon aan het gebruiken op mijn benen. Iets minder van pakken gewoon, want het is iets vettiger, maar het werkt even goed als bodycream. Het is overal haar. dan, dit gooi ik weg. De Hansaplast Anti-Eelt Peeling. Ik had het nog staan en ik dacht, ik gebruik het even. Wel, dit is echt een vreselijk product. Je krijgt het 3 dagen lang niet uit je bad. Dus deze gooi ik met heel veel plezier gewoon recht de prul in. En ik ga even afdeppen. Ik ben zo aan het zweten. Het is hier op dit moment 27,5 graden. Mocht je denken dat je overdrijft. Nee, het is hier warm. Als de camera uitgaat, zet ik gelijk weer mijn blazer aan. En kom ik weer tot rust. dan deze doekjes heb ik opgemaakt. Dat is een restje van vakantie nog. Reinigingsdoekjes. Dan heb ik hier nog wat crème en olie. Oh, daar ging die bijna. De Knijp Body Oil in de relaxing geur. En de Rituals Oil. De rode versie. Ik laat alles aan mijn handen vallen vandaag wat er zit. Dit heb ik gewoon in bad gebruikt. Het is helemaal body oil, maar ik doe dat gewoon in bad. Werkt even goed. Ik gebruik allemaal dingen die hier niet voor nodig zijn. Maar goed. Dan deze L'Occitane Verfijne Body Lotion Mini die ik nog had liggen, heb ik opgepakt.
gemaakt. Ik gaf een lekker verkoend effect, dus voor deze dagen ideaal. Dan heb ik nog wat make-up productjes. Mijn foundation die ik altijd opmaak. You know. De Sandstone Bronzer. Hij was eigenlijk iets te oranje, donker oranje voor mij. Maar ik heb hem toch gewoon gebruikt omdat het een kleintje was. En deze poeder die zat in mijn reistas. Heb ik eigenlijk niet opgemaakt, was volledig verbrokkeld. Dus ja. En deze oogcrème van Kruidvat, de gele, die heb ik ook weer eens opgemaakt. En ik heb nu alweer een nieuw potje. Want ik heb een tijdje dan een andere gebruikt 's ochtends. En ik ben er toch over uit dat dit de meest fijne oogcrème is om onder je make-up te gebruiken. Trekt gewoon snel in, werkt goed. Ja, helemaal top. En dan heb ik nog dit duo van Clinique opgemaakt. Een mini duo van de Moisture Surge. De crème en het oogcremetje. Die heb ik samen opgemaakt. Ook wel eens vaker gehad. Niet zo heel bijzonder. Vind ik persoonlijk voor een kliniek. Kan het beter. En tenslotte heb ik nog wat lakjes die ik heb gedaan. Dus ik heb weer mijn halfjaarlijkse nagellak inspectie gedaan. En dit zijn wat dingetjes die ik wegdoe. Omdat ze dus verhard zijn. Stroperig. Er zitten helaas ook wat opiaatjes bij. Deze hier, deze heb ik al heel lang en dat vind ik eigenlijk echt jammer dat die nu kapot is, want die was heel goed voor je nagels te verharden. Deze. En tenslotte nog deze ook. Dit vind ik echt zonde trouwens, dit zijn die van de H&M, die heb ik nog niet eens een jaar. En ze zijn al gewoon mega verstroopt en kapot en dat vind ik echt zo jammer. Maar goed, dat was het laatste in het mandje. Sorry dat ik er misschien een beetje snel doorheen ben gegaan, maar heel veel dingen zijn producten die ik al gehad heb en waar ik gewoon heel snel doorheen kon gaan. En niet zo heel bijzonder. De conclusie is gewoon dat ik heel veel shampoo opgemaakt heb. Maar ja, nogmaals, het is gebruikt in een langere periode en dan wissel ik ze af en dan gaat het ongeveer ook gelijkmatig op. Dus, vandaar. In ieder geval, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende. Bye.